Je hebt een film gemaakt. Ja. Laten we meteen ook even daarna gaan kijken. Steffi, de liefde spat ervan af. Waar gaat dit over? Nou, 3 jaar geleden ben ik begonnen met Omanje. En het is een eerbetoon aan mijn oma, die toen overleden is aan kanker. Ja. En de gele opbrengst gaat ook naar het KWF. En je zegt het Omanje. Nou, dat is het Spaanse woord, geloof ik, voor eerbetoon. Klopt dat? Ja, ik heb het een beetje veranderd. Het is Omenaje. En dan heb ik ervoor gezorgd dat er oma in zit. Dus ja. Omanje. Dus een prachtig eerbetoon aan jouw oma die kanker had. Ja. Wat was jouw oma van soort persoon? Heel creatief. Dus ik heb dat van haar meegekregen. En ze hield ook heel erg van dansen en tekenen en dat soort dingen. Dus, en hoe zit het in de film? Want we zagen net prachtige beelden van de mensen die aan het dansen waren. Ja. Allerlei meme-spelers. Klopt. Ik dans zelf heel veel. En ik heb ook een aantal dansen erin verwerkt die mijn oma heel mooi vond. Dus het klassiek ballet en meme-spelers. Dat vond ze erg mooi. En vertelt de film nou echt een verhaal over het leven van jouw oma? Of gaat het ook vooral over haar ziekte? Er zitten eigenlijk 2 delen in. In het eerste verhaal... gaat het wel goed, dus gaat ze trouwen. Dus dat is eigenlijk voor een heel jong persoon. Ja. En de tweede verhaallijn is een beetje gebaseerd op het verhaal van mijn oma. Dus eigenlijk die hele lijdensweg en hoe wij daarmee om zijn gegaan. En de lijdensweg van kanker bedoel je dan? In specifiek? Kanker. Ja. Want je film, je zei het net ook al, alle opbrengsten gaan naar het... KWF. Precies. Ja. En waarom wilde je dat zo graag doen? Want heeft kanker voor jou 2 gezichten? Ik wilde eigenlijk laten zien dat het vaak niet goed afloopt. Ja. En daarom heb ik ook gezorgd dat het laatste deel het slechte deel is. Dus dat mensen met een boodschap naar huis gaan. Want vaak zijn films, dat heeft gewoon een goed eind. Mm-hmm. Maar ik wil ze toch met een boodschap naar huis sturen. Ja. Wat zou je oma ervan gevonden hebben van deze film? Ik denk wel mooi. Ja? Ik hoop wel mooi. Ja. 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 Maar vast wel. Ze is vast trots. Mis je er? Ja. Het is gewoon... Het is raar. Want er zit bijvoorbeeld ook in dat ze gaat trouwen, de hoofdpersoon. En je weet gewoon, je oma is er nooit bij als ik ga trouwen. Ja. Dus dat soort dingetjes. Ja, dan heb je zoiets van... Echt een eerbetoon aan iemand die voor jou heel dierbaar was? Ja, klopt. Ja, en waarom maak je dan een film? Want jij... komt helemaal niet uit de filmindustrie, uit de business. Nee. Ik heb mezelf er gewoon een beetje zo ingeworpen. Hoezo kwam je op dat idee dan? Eerst wilde ik een theaterstuk maken. Dat heb ik tijdens mijn opleiding vaker gedaan. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, dit is mooier om in een film te doen. En was dat dan om de film of was dat ook een manier om het verlies van jouw oma te verwerken? Nou, het heeft zeker geholpen om dingen te verwerken, ja. Ja, en een film voor mij is, dat blijft altijd. En vooral met de combinatie met dans had ik zoiets van, als het fout gaat op een theater, dan kun je het niet nog een keer doen. En met film kun je het zo vaak doen totdat het helemaal gelijk gaat en zo gaat zoals je wil. Dus, en je kan natuurlijk altijd blijven dansen, zoals je oma dat altijd mooi vond. Ja. Waar is die nog te zien en wanneer? Hij is vanavond te zien in Hardenberg in de bioscoop. En hij komt 6 juni in Alphen aan de Rijn. En heel misschien nog in Den Bosch. Maar, heel mooi. Ja. Gaan we allemaal kijken, denk ik.